Gemeente, opnieuw is aan de beurt van behandeling het volmaakte gebed, zoals dat is uitgewerkt in de Heidelberger Catechismus. We hebben eerder gezien dat in het volmaakte gebed de naam van God, die Vadernaam, wordt aangesproken. En dat dat ook een reden heeft dat de Heere zich een vader laat noemen. Dat je verwachting hebt van hem. Zoals een vader, als het goed is, uitsluitend goede gaven aan zijn kinderen wil geven. Zo wil de Heere daarmee laten zien dat hij alleen maar uw welzijn op het oog heeft. En dat u daarom in uw gebed verwachting van hem niet alleen mag hebben, maar moet hebben. Zo is de Heere. Niet een gewone vader, maar de volmaakte vader. En dat staat ook in verbinding met gemeente die vierde bede. Waar het over gaat in zondag 50. De vierde bede om dagelijks brood. Laten we het eens lezen. Vraag en antwoord 125. Welke is de vierde bede? Antwoord. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds, dus van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Ik heb er een poosje over na zitten denken. Het thema dat hier nou bij past. En toen kwam ik op belijdend bidden om brood. Belijdend bidden om brood. Het gebed is een belijdenis naar de Heere toe. Een belijdenis dat bij hem alle goede gaven vandaan komen, dat we het alleen van hem moeten verwachten. En daarom ook ons vertrouwen op hem moeten stellen. Belijdend bidden om brood. En dat bevat dan drie aandachtspunten. In de eerste plaats, dat God is de oorsprong van alle goed. De tweede plaats, dat zonder Gods zegen niets zal gedijen. En ten derde dat ons vertrouwen op hem alleen staat. Dus belijdend bidden om brood. Eerste gedachte dat God is de oorsprong van alle goed. Jongens en meisjes, misschien heb je ook wel eens een poosje naar staan kijken naar de dieren in de wei. De koeien, de paarden, de schapen. Ik vind zelf altijd een heel mooi gezicht als je de dieren zo in alle rust ziet grazen. En ik denk dat menig dierenhouder daar ook met vreugde naar kan kijken. Dat kan zomaar uren doorgaan. Die dieren steeds weer een stukje gras tot zich nemen. Wat doen die dieren nou? Nou, die eten. Dat hebben ze nodig. Inderdaad. En weet je wat die dieren niet doen? Dat kunnen ze niet, want ze hebben geen verstand. Ze kunnen niet
van tijd tot tijd stoppen met grazen en dan omhoog kijken. En zeggen, dank u wel, Schepper. U bent onze Schepper. En u geeft ons dit gras en al het andere voedsel. En u geeft ons die trouwe zorg van mensen voor ons dagelijks bestaan. Dat doen dieren niet. Maar mensen, doen die dat wel? Kijken mensen wel omhoog? Ja, we kijken allemaal natuurlijk wel eens omhoog. We doen alle mensen, wat voor weer het is, of het gaat regenen. Of misschien zie je wat in de lucht vliegen. Maar ik bedoel, kijken we ook omhoog, jongens en meisjes, omdat we weten, daar woont en troont de Heere. En het is de Heere die mij vannacht zo heerlijk liet slapen en mij weer wakker maakte. Het is de Heere die ervoor zorgde dat ik liefdevol aan de tafel beneden werd verwacht. Dat ik te eten en te drinken kreeg. En dat ik kleren kon aandoen. En dat ik naar school mocht of mocht gaan spelen buiten. En zo de hele dag door. Voor mij zorgt. Nou, wat voor kinderen geldt, geldt natuurlijk voor ons allemaal. Doen we dat, gemeente? De Heer erkennen. In de Bijbel staat, de apostel Paulus schrijft dat, het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet. Doe dat alles tot eer van God. En dat betekent dus hem erkennen. Voor alles wat hij geeft. En niet doen als de dieren, die alleen maar grazen en niet omhoog kijken. Je leest er ook van in de brief van de apostel Jacobus. Die zegt, denk erom, als het gaat om het kwaad, als het gaat om de zondige verleidingen, dan moet u niet zeggen, dat komt bij God vandaan. Dat reken ik de Heere toe. Nee, zegt hij, want God is juist goed. En alle goede gaven komen bij God vandaan. Niet de zonde, niet de zondige begeerte. Kijk omhoog. God, gemeente, als de oorsprong van alle goed. Zo staat het er, hè? Dat is de vierde bede. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Dus alles wat we nodig hebben voor ons lichaam hier op aarde. Dat is breed, gemeente. U moet niet alleen denken aan de boterhammen. U mag ook denken aan de warme prak, aan de groenten, aan het vlees, aan de aardappelen. Maar nog veel meer dan dat gaat niet alleen om voedsel. Het gaat ook om een huis, om in te wonen, om kleding, om vrede, in een vredig land te mogen opgroeien en te mogen wonen. Het ziet op medische zorg. Ik heb daarom bewust de liturgie een plaatje weergegeven van brood en daarnaast het Dordtse ziekenhuis. Ook dat is, geef ons heden ons dagelijks brood. Medicijnen, onderwijs enzovoorts. Alles wat nodig is voor dit lichaam. En dan wordt er ook iets bij gezegd, dat heeft een doel, opdat wij daardoor erkennen, belijden, dat u, dat gij de enige, niet twee, nee, hij de enige oorsprong van alle goeds bent. U de oorsprong, kom bij u vandaan. Nooddruft, dat is ook een oud woord, gemeente. Alle nooddruft, maar dat zie je dus op alles wat noodzakelijk is. Wat we echt behoeven.
En dat kan ook heel klein zijn. Dr. Kolbrugge die heeft het over een spijker of een speld. Hij zegt, als we die nodig hebben, dan mogen we de Heer daar ook om bidden. Want hij gaat ook over de allerkleinste dingen in ons leven. Dat wordt ook trouwens zo mooi gevraagd in de Genèvese catechismus, catechismus van Calvijn. Mogen wij bidden om de allerkleinste dingen? Mag je bij wijze van spreken bidden voor je konijntje, jongens en meisjes? En mag je bidden om, ja, vul het zelf eens in. Om een paar dagen weg te kunnen gaan? Ja, dat mag. Ja, zegt de catechismus van Genève, want God geeft toch ook de allerkleinste dingen. En hij maakt toch zelf de kleinste dingen. Zoals mieren en zo. Nou, dan mag je er ook om vragen. Moet je er zelfs om vragen. Er is niets te klein voor het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Tegelijkertijd, gemeente, kunnen we ook te veel verwachting hebben van het brood. Dat is ook zo. En dat er een overmatig verlangen is naar het brood, naar het onderhoud van het lichaam. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmede zullen we ons kleden? Economie, groeicijfers, consumptie. Altijd maar uitbreiden, rupsje nooit genoeg. De economie van het niet genoeg hebben, maar altijd meer willen hebben. En dat we daar zo in meegaan, in opgeslokt worden, dat we weinig of zelfs misschien wel helemaal geen aandacht hebben voor onze ziel. Dat zoveel tijd uitgaat naar dat dagelijks brood. En het zal u vast geen geheim zijn als ik u vertel dat je dat zo vaak terughoort. Thuisbezoeken, in de gesprekken. Dat mensen eigenlijk vaak wel heel eerlijk zijn. En zeggen, ja, dat krijgt in mijn leven te veel aandacht. Daar ben ik te veel mee bezig. Ook oude mensen. Dat je zo kan bezitten. Ik ben altijd blij als dat wordt erkend. Want ja, dan kun je er ook wat aan doen. Je moet er ook wat aan doen, hè? Niet zeggen, nou dat herken ik dan en daar laat ik het maar bij. Ik ben nou eenmaal toch maar een mens. Nee, als er sprake is van te veel aandacht voor het hier en nu, dan is dat niet goed. Ook niet in het leven van Gods kinderen. En daarom staat het naast elkaar. De bede geef ons heden ons dagelijks brood. En de bede vergeef ons onze schulden. Dat is dat geestelijke, dat laatste. Dat eerste is het lichaam. Het tweede is de ziel. Mieten zegt hier Jezus dat zelf niet. Steeds weer, wees niet al te bezorgd over deze dingen, maar zoekt eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen die u nodig hebt, worden nu toegeworpen. Want hij weet wat u nodig heeft, hemelse Vader. Weet wat u nodig heeft. En tegelijkertijd, ja, hij wil er ook om gebeden worden. En daarom, gemeente, mag het zelfs zo zijn dat we eerst bidden om het dagelijks brood. De Heer zegt niet, je moet eerst maar bidden om de geestelijke zaken. En daarna, ja, dan bid je om de tijdelijke dingen. Nee, zegt die vraag, gerust, vrijmoedig om brood. Want als je honger hebt, als je op de vlucht moet zijn, dan is het ook heel moeilijk om de geestelijke dingen te zoeken. Je hebt het nodig, gemeente, om te kunnen leven. Heeft de Heer dat zelf ook niet gedaan in de woestijn? We hebben daarvan gezongen met Psalm 78. Hij zorgde voor het geestelijke,
Denkt u maar aan heel de eredienst, aan de tabernakel, aan de, we zouden zeggen, de inzettingen van de heren, de offers die gebracht moesten worden, de priesterdienst. Alles wees hij naar de komende Heer Jezus Christus. Maar wat gebeurde 's morgens het eerste, jongens en meisjes? Heel vroeg in de morgen liet de Heere het manna uit de hemel neerdalen in de woestijn. En dan mochten al de Israëlieten, die mochten hun tent verlaten. En dan gingen ze het legerkamp uit, want daar lag dat manna. En dan mochten ze het verzamelen. Ja, niet onbeperkt, ze mochten er geen karren vol van verzamelen wat ze nodig hadden. Het hen bescheiden deel. En ze mochten ook niet voor de volgende dag alvast meenemen. Als ze dat deden, dan bedierf het. De Heer wilde dat ze zouden vertrouwen op zijn gave, ook voor de volgende morgen. Behalve, en dat weten de kinderen wel, als de Shabbat aanbrak. Voor de Shabbat, wij zouden zeggen voor de zondag, ja, dan moesten ze een dubbelportie van tevoren rapen. Want op de rustdag liet de Heere geen manna neerdalen. Hij zorgde voor ze. Dat wordt op het Loofhuttenfeest door de Joden nog steeds beleden en herdacht. Hij gaf ons te eten. Hij gaf ons te drinken. Denkt u maar aan de steenrots, hè, waar Mozes op mocht slaan, waar water uit kwam. Hij zorgde voor bescherming tegen de felle zon. De wolkkolom overdag en 's nachts de vuurkolom die voor heerlijke warmte zorgde en de wilde dieren op een afstand hield. Er staat ook dat de kleding en de schoenen 40 jaar lang niet versleten. Die bleven nieuw. Bijzonder, hè? Daar zorgde de Heer ook voor. En daarom, in best wel veel psalmen komt dat terug, hè? Psalm 105 en in deze psalm, het herdenken van Gods grote daden. Hem erkennen, u bent de oorsprong van alle goed. Weet je, wat komt dat mooi tot uitdrukking, ook in die vraag van de discipelen, hè? Aan de Heer Jezus. Het wordt in alle vier de evangeliën beschreven. Er zijn heel veel mensen naar de Heer Jezus toegekomen en ze zijn nu al dagen bij de Heer Jezus en hebben niet gegeten. Althans, het eten wat ze meegenomen hebben is op. En de Heer Jezus wil ze niet terugsturen naar huis zonder dat ze eerst hebben gegeten. En dan vragen de discipelen: meester, hoe moet dat nou? Wat moeten we doen? En wat zegt de Heer Jezus dan? Geeft gij hen te eten. Doen jullie het maar. Jullie moeten ze voeden. Dan brengt hij ze in verlegenheid, want ja, ze kijken elkaar aan en zeggen: wij hebben niet. We hebben niets. Ja, ja, daar is een klein jongetje, schrijft Johannes. Een klein jongetje. Een jongske. Een basisschoolleerling, zouden we zeggen. En die is waarschijnlijk door zijn ouders naar de Heer Jezus gestuurd. Met broden en visjes. 5 broden en 2 visjes. Dat heeft dat jongetje bij zich. Zie hem staan, jongens en meisjes. In zijn armen heeft hij die schat. Het jongetje denkt trouwens er helemaal niet over na of dat wel genoeg is. Die zegt niet: ja, dat heeft geen zin, mama, om dat mee te geven, want dat is veel te weinig voor al die mensen. Of misschien was het wel zo dat zijn moeder zei: dat is in ieder geval voor de Heer Jezus, jongen. Die verdient het. Ga het maar bij hem brengen. Dat dat jongetje op dat moment ook helemaal niet denkt aan al die andere mensen. Maar de Heer Jezus doet dat wel. En dan vind ik dat zo ontroerend, gemeente, dat de Heer Jezus niet tegen dat jongetje zegt: dat is veel te weinig, dat heeft geen zin.
Ga er maar weer mee terug naar huis. Nee, de Heer Jezus neemt die schat over. En die gaat ervoor danken. Die gaat het zegenen. Die gaat zijn vader erkennen voor deze gave. En dan schakelt hij de discipelen erbij in. De discipelen mogen bij hem komen. Ze hebben allemaal een mand gekregen, meegenomen. In ieder geval, ze hebben een mand bij zich. En dan mogen ze één voor één bij de Heer Jezus komen. En dan vult de Heer Jezus die mand. Van Jacobus, van Filippus, van Petrus, van Johannes. En als de mand vol is, dan moeten zij naar de mensen gaan. Om het uit te delen. Honderden, ja duizenden mensen krijgen zo te eten. Het brood wordt niet minder, maar meer. De vis wordt niet minder, maar meer. De Heere maakt van weinig veel. De oorsprong? Hemelse Vader. De Heer Jezus Christus. De Heilige Geest, drie-enige God, die zorgt ervoor. En hij gaat net zo lang door, gemeente, tot iedereen genoeg gegeten heeft. Wat zullen de mensen daarover gesproken hebben? Hij geeft ons niet alleen geestelijke spijzen, in de vorm van de preken, de gelijkenissen, in het weergeven van het koninkrijk Gods, maar hij geeft ons ook eten voor ons lichaam. Ja. Twee keer heeft de Heer Jezus dat gedaan. En als de mensen dan hem achterna gaan, niet meer bij hem vandaan willen gaan, dan lijkt dat heel mooi. Ze gaan zelfs naar de andere kant met een schip als de Heer Jezus naar de overzijde is gaan varen. Maar dan zegt de Heer Jezus, jullie zoeken mij. Helaas alleen maar voor het aardse brood. Maar niet voor de geestelijke spijzen. Werk toch om de spijs die niet vergaat. En dan gaat de Heer Jezus zichzelf vergelijken met het brood dat uit de hemel is neergedaald. Met het manna. Dan zegt hij, ik ben de vervulling van wat in de woestijn gebeurde. Toen het brood neerdaalde, toen wees dat heen naar mijn komst. Ik ben het levende brood dat uit de hemel, uit het vaderhart is neergedaald. En nog steeds neerdaalt. Wie daarvan eet, dat betekent wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Meenten wij gaan naar onze tweede gedachte, dat zonder Gods zegen niets zal gedijen. Wat is dat? Zonder Gods zegen zal niets gedijen. Nou, jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van het spreekwoord gestolen goed gedijt niet. Als je iets gepikt hebt, geeft dat geen vrede, toch? Geen vreugde. Als je zonder het te vragen snoep uit de kast van mama hebt meegenomen, dan smaakt dat snoep niet. Tenminste, dat hoop ik. Ja, dat had ik niet mogen doen. En zo is het ook met als je geld wegneemt en je koopt er wat voor. Dat is niet, nee, dat geeft geen blijdschap. Gestolen goed, gedijt niet. Nou, zo kun je het ook zeggen van alle dingen in ons leven. Als de Heere er zijn zegen niet aan verbindt, dan gedijt het niet. Dan geeft het niet de ware vrede en vreugde. En gemeenschap met God. Leidend bidden om brood. In de eerste plaats dat God is de oorsprong van alle goed. Het komt bij de Heere vandaan. Hij zegent mens en dier. Hij heeft ons vandaag allemaal weer in het leven gehouden. En de bedoeling is opdat wij daardoor erkennen dat Hij, dat U, de enige oorsprong
van alle goeds bent. En dan dat tweede, dat nog onze zorg en arbeid, dus alles wat wij doen voor dat dagelijkse brood, voor de onderhouding van ons lichaam, nog uw gaven, wat u geeft, zonder uw zegen ons gedijen. Dat was de tweede gedachte, hè? Dat zonder Gods zegen niets zal gedijen. Ik gaf net het voorbeeld, gestolen goed gedijt niet. Gemeente, u zou denk ik nog wel veel meer voorbeelden kunnen geven waarmee je kunt illustreren dat je dingen kunt krijgen die je misschien wel begeerde, waar je naar verlangde, maar dat als het zover is, je er eigenlijk helemaal geen plezier in hebt. Geen vreugde. En laat ik een voorbeeld geven. Je hebt misschien wel uitgezien naar een familiediner waar het hele gezin aanwezig zou zijn. En dan is het zover. Maar plotseling gebeurt er iets aan tafel, terwijl al het eten gereed is en iedereen er eigenlijk zo naar uit had gezien. Wordt er opeens ruzie gemaakt aan tafel en het loopt hoog op. Nou, dan denk ik dat niemand meer lekker kan eten. Het smaakt niet meer. De sfeer is weg. Het gedijt niet. Dat hele diner valt in het water. En zo kan dat van zoveel dingen gezegd worden. Misschien verlang je wel erg naar je vakantie. Dan zeg je, we gaan dan en dan weg. Dat mag. Ik hoor er ook vaak mensen over. Wanneer gaan jullie? Nou, wij gaan dan en dan. En waar ga je dan heen? En nou, de een blijft wat dichterbij, de ander gaat wat verder weg. En als je terugkomt, ja, dan komen de verhalen. We hebben dat gezien en dat. En was mooi. En ja. Maar als dat nou alles is, hè, kun je dan zeggen dat het gedijt, die vakantie? In de zin van dat het functioneert zoals het hier in deze bede naar voren komt. Wat bedoelt u? Nou, dit. Als je niet ervaren hebt Gods zegen over die vakantie. Gods zegen over dat even met elkaar of alleen weg zijn. Gods zegen. En maak het dan maar af met allerlei andere voorbeelden over die baan waar je zo van droomde. Of die maaltijd die je mag gebruiken. En dat huis waarin je mag wonen. En die man of vrouw met wie je mocht trouwen als dat gebeurde. En ga zo maar door. Zonder Gods zegen, wat blijft het dan leeg, gemeente? Wat blijft het dan leeg? Ja, je komt er genoeg mensen tegen in het leven die zo leven. Die zeggen, ja, dat is het dan ook. Dat is het. Ik probeer maar ja, zo lang mogelijk gezond te leven. En wat ja, voor anderen nog te zorgen. Maar meer is het niet. Dan ga ik weer terug naar die dieren, weet u. Die dieren die alleen maar naar de grond kijken en niet omhoog kijken. Dan zegt de Heer, dan gedijt het niet. Dan gedijt het niet. Dan mist u mijn zegen daarover. Zo staat het letterlijk in de Bijbel, gemeente. Ik denk aan Psalm 127. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat. Laat opblijft, eet brood der smarten. Het is alzo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Je kunt vliegen, draven, werken, ontspannen en noem maar op. Maar zonder de Heere erbij, zonder hem te erkennen, zonder je afhankelijk van hem te weten, zonder dat dankbare hart, dan gedijt het niet. Dan is het als ja, eten zonder echte vreugde. Het smaakt niet.
Gemeente, de Heer Jezus heeft ons daarin zelf ook een getuigenis van afgegeven. Over dat niet gedijen. Over dat niet kunnen eten zonder die gunst van de Heer. Ik denk dat de kinderen wel weten wanneer dat gebeurde. Hè? Toen hij in de woestijn was en hij verzocht werd door de duivel, nadat hij 40 dagen al in de woestijn was geweest en niet had gegeten, dan zegt de duivel: u hebt honger. Maar dat is toch niet goed dat u zo'n honger hebt? Dat zal uw hemelse vader toch ook niet goed vinden? Hij houdt toch van u? Kijk eens, ziet u daar die stenen liggen? Die platte stenen? Zeg toch tegen die stenen dat ze brood worden. En dan kunt u tenminste eten. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, dit is een verzoeking, gemeente. Want het lijkt heel aannemelijk toch, dat als je honger hebt en je hebt de macht om eten te maken, om van een steen brood te laten worden, dat je dat dan ook doet. Dat is toch wel geoorloofd. Maar Jezus, die weigert. En Jezus zegt: nee. Nee, Satan, er staat geschreven: de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Wat bedoelt hier Jezus daarmee? Bedoelt hij daarmee te zeggen, zoals veel mensen denken, ja, het gaat niet alleen om het aardse brood, het gaat om dat hemelse brood, het gaat om vergeving van zonde, het gaat om vrede met God. En dat aardse brood, dat is allemaal ondergeschikt, dat telt allemaal niet mee. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus helemaal niet te zeggen. Dat zou ook in strijd zijn met Gods eigen woord, dat hij namelijk ook voor het lichaam wil zorgen. De Heer Jezus bedoelt hier precies mee te zeggen wat ik zojuist duidelijk wilde maken. Dat in deze weg die de Satan hem voorhoudt, hij de goedkeuring van zijn hemelse vader daarover niet zal krijgen. En daarmee zou de Heer Jezus zondigen. Hij zou de kracht die hij heeft om een wonder te doen voor zichzelf gebruiken. En daarvoor had hij die krachten niet als de Godmens op aarde. Dat hebben we er vanmorgen gehoord. Hè? Hij deed die wonderen, de genezingen en het breken van het brood, het vermenigvuldigen van het brood, niet voor zichzelf, maar voor de mensen. Opdat de mensen in hem en in zijn vader zouden geloven. En omdat de mensen zouden worden onderhouden in dit leven. Daarom deed hij dat. Als hij een advies van Satan zou opvolgen, zou hij de goedkeuring van zijn vader moeten missen. Hij moest juist honger lijden en dorst hebben als zaligmaker. In die weg verkoos hij, gemeente, te hongeren en te dorsten, opdat hij het volk dat de Vader hem geeft te eten kan geven, voor eeuwig kan doen laten leven. Dus gemeente, bij alles wat we doen moeten we ons daarom afvragen: krijg ik de zegen van de Heere hierin mee? Als we ons bezighouden met overdaad, met overmatige luxe, krijgt u dan de zegen van de Heere daarin mee, denkt u? Als we anderen onthouden wat ze nodig hebben, maar zelf zeer royaal leven, doen we dan de Heere daarmee ook niet tekort? En gedijt het ons dan wel? Het staat zo in het huwelijksformulier, hè?
Dat we mogen bidden om ons dagelijks brood en om ons beroep te mogen uitoefenen, zodat we ons gezin kunnen onderhouden en daarboven iets hebben om de naaste te kunnen geven die behoeftig is. Meent u, dan moeten we vandaag ons ook wel schamen, toch? Over zoveel luxe die wij hebben. De Heere geeft genoeg brood voor de hele wereld, maar het grootste deel komt terecht bij mensen die het helemaal niet op kunnen maken. Dat mag ons ook wel steeds weer de spiegel voorhouden. Gaan wij wel goed om met onze overvloed? En maakt het ons niet onafhankelijk van de Heere, gemeente, als we bij alles wat we ontvangen kunnen zeggen, ja, daar heb ik hard voor gewerkt. En gelukkig, ik heb een hele voorraad kunnen aanleggen, zelfs een voorraad geld. Staat veilig op de bank, of ik heb het goed belegd. Ik heb mijn schaapjes wel aardig op het droge, denkt iemand. Jezus waarschuwt ons. Hij heeft ons verteld van die man die ook zo dacht, hè. Ik heb nu genoeg. Ik kan mijn oude dag in alle rust gaan doorbrengen. Want ik heb genoeg verdiend. Die nacht werd hij opgeroepen om voor de troon te verschijnen. En uit alles blijkt dat het voor die man niet kon. Dat het te laat was. Leer ons maar zingen, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een helgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buiken God. Van hen die wilde schatten staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. Laat ik nog eens een vraagje stellen, jongens en meisjes. Er was een man die woonde in een prachtig paleis. Hij was een machtige koning over het Perzische Rijk. Darius heette de man. En er was nog een man die diende de Heere. En omdat hij de Heere diende en getrouw bleef, werd hij in een leeuwenkuil opgesloten. Waarschijnlijk niet ver van het paleis vandaan. En toen brak de nacht aan. Wie had de meeste vrede? Die man in dat paleis, in zijn overvloed, of die man tussen de leeuwen? En de Heer Jezus zou zeggen, zal ik u nog een voorbeeld geven? Dat was een rijke man en een arme Lazarus. De rijke man, hij had alles. Schatrijk was hij. Hij kon maaltijden organiseren. En zijn gasten laten komen. En die Lazarus, die had niets. Die was zelfs ziek. Melaats, het zweren. De honden kwamen om die zweren te likken. En dan sterven ze allebei. Bij wie wil je horen? Ja, zegt u, in dit leven graag bij die rijke man. Maar na dit leven bij Lazarus. Maar waarom niet in dit leven bij Lazarus? Want ik zal u één ding zeggen. Lazarus had in dit leven met zijn zweren en zijn armoede en die verschrikkelijke honden om hem heen vrede met God. Hij mocht weten, mij is een beter lot bereid. Maar ook nu is de Heere nabij. Is hij dichtbij. Gemeente, dat brengt ons bij de laatste gedachte, dat ons vertrouwen op hem alleen staat. Want zo eindigt het antwoord op vraag 125. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Gemeente, wat kunnen we vertrouwen op onze arbeid, op onze inzet, op onze gezondheid, op de akkers, op de landbouwers die daarmee bezig zijn, op de technieken, de landbouwtechnieken. En als het in Nederland
eens tot een mindere oost komt en zeggen, ach, maar dan heeft Amerika nog wel graanschuren. Of, ja, ja. Nee hoor, we zijn niet zo snel bevreesd. Maar de Heere zegt, die gedachte is verkeerd als u zo denkt. Als u mij uitschakelt daarin. Als u gaat vertrouwen op de middelen. Als u gaat vertrouwen op die akkers. Op de fruittelers. Op de fabrieken. Op uw gezondheid. Op de geneesmiddelen. Nee, zegt de Heer, dat zijn middelen die ik wil zegenen. En dan ga ik weer terug, gemeente, naar de Heer Jezus. De Heer Jezus liet zien dat dat weinige wat tot hem kwam, die 5 broden en die 2 visjes, dat hij dat erkende als de gave van de hemelse Vader. En dat hij van weinig veel kan maken. En dat ook daadwerkelijk ging doen. Meent je, dat doet hij nog. Dat doet hij nog. Ik heb het wel eens eerder gezegd, hè? Augustinus haalt dat wel een paar keer aan in zijn preken. Dan zegt hij, kijk eens, wat Jezus toen deed, doet God nog. Als de akkers worden ingezaaid en de oogst mag later komen, dan heeft God van weinig veel gemaakt. Dan mocht dat graankorreltje verhonderdvoudigd worden. Van 1 korreltje kwamen 100 korreltjes. En van 1 pitje kwamen 100 pitjes. Of wel 200 pitjes. En van 1 koe kon zoveel melk worden verkregen. En toen die koe een kalfje kreeg en dat kalfje werd ook weer een koe, kwam er nog meer. God deed dat van weinig veel maken. Let erop, gemeente, dat bij alles wat wij mogen doen, dat het de Heer is die het vermenigvuldigt. Dat de Heer het ons schenkt. En dat we daarom ons vertrouwen niet op de middelen en op de mensen moeten zetten, maar op Hem. Heeft iemand als Rut dat ook niet geleerd? Van haar moeder, schoonmoeder, naar Naomi. Toen ze zo rijk bedeeld werd door Boas. Toen heeft Naomi de hand van de Heere daarin gezien. Ze zei niet in de eerste plaats, dat is de goedheid van de mens. Nee, ze mocht hoger opzien. De Heere. Is dat niet, gemeente, het vertrouwen wat verder uitgewerkt wordt in zondag 10 en zondag 7? Het geloofsvertrouwen op de Heere. Voor het lichaam en voor de ziel. Voor beide. Zondag 7, dat ziet op de vergeving van zonde. En zondag 10, ja, ook op alle dingen die nodig zijn voor dit leven. En dan ga ik even met u terug naar Matthäus 14. Gemeente, als daar van weinig veel is gemaakt en iedereen is verzadigd, dan laat de Heer Jezus de overgeschoten brokken nog oprapen. En dan zien ze er, er is nog genoeg over. Er is een overvloed bij de Heer. Maar wat is de mens? Wat is ook de bekeerde mens? Want wat zeggen de discipelen even later? Als de Heer Jezus hen waarschuwt voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, dan bedoelt hij op hun leer. Dan moeten ze voor waken. Dan denken ze, oh, hij neemt het ons kwalijk dat we geen brood bij ons hebben. Oh, wat zijn we onverstandig geweest. En dan neemt de Heer Jezus hen apart. En hij zegt, wat is dat nou? Waar hebben jullie het over? Dat je geen brood hebt meegenomen en dat ik jullie dat kwalijk zou nemen? Zijn jullie soms iets heel belangrijks vergeten? Ja, zegt de Heer Jezus, jullie zijn iets heel belangrijks vergeten. Vers 9. Verstaat ge nog niet? En gedenkt ge niet aan de 5 broden der 5000 mannen? En hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen? En hoeveel manden gij opnaamt? Zijn jullie dat dan vergeten?
Wat bedoelt hier Jezus, gemeente? Nou, heel eenvoudig. Wat ik in het verleden heb gedaan. En wat mijn hemelse vader in het verleden deed. Dat doet hij toch ook vandaag? Waarom bent u zo bezorgd? Waarom bent u toch zo overbezorgd? En zal hij u dat morgen dan niet geven? Hij weet wat u nodig hebt. Let toch op die vogeltjes. Let toch op de bloemen. Ook daarvoor zorgt de Heer. Weet je, dat is steeds weer het terugkerend refrein in de schrift. Denk terug aan Gods daden. Om vertrouwen te hebben voor het heden en voor de toekomst. Zo lees ik in Deuteronomium 2. Want de Heere God heeft u gezegend in al het werk uw hand. Hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn. Deze 40 jaren is de Heere uw God met u geweest. Geen ding heeft het u ontbroken. Zodat het volk zal vertrouwen. Dat zal de Heer ook doen in het beloofde land. En in Lucas 22 lees ik hoe de Heer Jezus aan de discipelen vraagt. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook iets ontbroken? En zij zeiden: niets. Dan ga ik met u naar het laatste Bijbelboek. Daar ziet Johannes de scharen, de verlosten voor de troon. En ze dienen hem, zo schrijft hij, dag en nacht in de tempel. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan zal hij de vraag stellen: heeft het u aan iets ontbroken? En dan zullen al Gods kinderen het belijden. Nee, het heeft ons aan niets ontbroken. Amen.